Hoe goed was Messi vandaag, waanzinnig. Heel goed. Hij was waanzinnig. Ja. Al die ballen die geeft tussen de verdediging door. Ook aan laatst aan die jongen, die Martinez. Ja. Lodeiro Martinez. Ach joh, dat waren ballen weer. En echt geweldig. Lodeiro. Geweldig. En het geweldigste moment, maar dat kon ik niet opvragen. Dat vond ik nog in de vierde minuut. Toen staat hij, Messi staat hier. Deze jongen heeft de bal. En die gaat daarheen dribbelen en speelt hem diep. Rechtsback onderschept hem. Iedereen zou zeggen, hey vriend, hij niet. Nee. Hij denkt, ja, er zijn gewoon mindere spelers als ja, mij. Ja, moet ik accepteren. Die zijn er. Maar weet je wat ik zo knap vind? Iedereen zou zeggen, hey, kom op. Maar hij zag ook wel dat hij hem niet echt zag. Hij dacht, gaan we lopen. Maar weet je wat ik zo knap vind? Dat hij heeft de druk van het hele land, van de hele natie op zich. En dan moet je nog zo presteren. Dus zoveel... Wij ook hier aan tafel hebben toch gezegd, nou, jij zei het nog, het is een opa met 10... Nee, wacht. Het is altijd in dit programma. Laten we even kijken. Korte samenvatting. Altijd was er vertrouwen in Messi. Altijd. 18 speelt met 10, hè. Dus wat dat gaat, dat moet... Appeltje-eitje zijn. Nee, maar ik vind Messi passé. Als je als back tegen hem speelt, heb je toch een heerlijke middag. Dus dat moet geen probleem zijn, Messi neutraliseren. Opa met 10 spelertjes die niet zoveel kunnen. Ja, ik heb Messi gisteren ook weer gezien. Ja, als je die 3 of 4 momentjes eruit haalt, voor de rest doet hij echt helemaal niets. Je hoeft niet op Messi te gaan staan, want die loopt toch niet, die blijft daar staan. Ja. Jawel, maar zegt dat nou zoveel over Messi of over de tegenstand die hij gehad heeft? Hij had het ook wel heel makkelijk, hè? Die andere 10 die hebben zich te kleren moeten lopen voor Messi. Was vandaag ook niet zo. Die hebben echt bergenwerk gezet. Alvarez. Jongen. Kijk, er waren inderdaad heel veel wedstrijden dat hij er niet meer was natuurlijk. Maar hij heeft zichzelf dit toernooi boven zichzelf uitgetild. Nou, dit is voor het eerst eigenlijk dat hij uitblinkt in het nationale elftal van Argentinië. Ja. Nee, ze hadden zo'n staartje met Mbappé. Die heeft ook niet zoveel verdedigende acties uitgevoerd. Hè? Nee. Sterker nog, minder dan Messi. Ja, Messi de beste speler van het toernooi. Wie was voor jou de beste speler? Messi, absoluut. Ja, hè? Want hij was dit toernooi, had hij iets over zich... Nou, hij was beslissend. Als hij wat deed, was het beslissend. Ja. Alsof hij boos was. Hij wilde het nog één keer laten zien. Hij wilde er vanaf, dat gezeik. Ja. Zo leek het ook maar echt wel. Maar het is toch het... Dan ben je wel de allergrootste. Dus Maradona, hij, Pelé. Dat je op het moment dat het moet... Dan doe je het ook. Vind je hem groter dan Maradona? Ja. Nou, schreef de krant, hè? Ook goed, hoor, lieve schat. Ik vind het ook zo moeilijk. Ja, maar ik met Maradona, dat was voor mij altijd het probleem... dat het zo'n patje peo was. En Messi is geen gekke man verder. Nee, maar Messi is gewoon een prof. Die Maradona was of te zwaar of dan weer... Maar ook bijvoorbeeld, ik heb zitten kijken... Weet je, we hadden het over dat Mbappé snel was. Maar die Ronaldo... In de tijd voor zijn blessures. Ja. Dat was niet normaal. Dat was niet normaal. Nee. Dat was echt niet normaal. Dat was Mbappé, maar dan gewoon nog technischer. Ja. Dat is... Ja, dat, ik was toevallig... Jij noemde het nou. Ik was bij het debuut van Ronaldo. Vitesse, PSV. Niemand kende die man. Aad de Mos, trainer bij PSV. Die zet Ronaldo erin. En we hebben met open bek zitten kijken. Die liep iedereen eruit. Toen was hij nog heel fit trouwens. Ja, maar hij heeft natuurlijk 2 keer zijn kruisbanden gescheurd. Ja. Achter elkaar, hè? En bij Madrid was hij 10 kilo te zwaar. Maar schoot hij er ook nog ieder jaar 30 in. Ja. Maar Barcelona was, dat zegt ook die Bobby Robson... Dat was krankzinnig dat jaar. Ja. Nou, als je ook de documentaire van Bobby Robson kijkt... hebben ze zoveel van die momenten in zitten. Ja, zoveel van die momenten. Dat echt geweldig, echt, ja. Ja. Maar die deed niet mee dit keer. Het is wel bijzonder hè, dat soort jongens het toch gewoon doen nu. Ja. Want bij Mbappé dacht ik echt, die heb gewoon een mindere dag. Wat ook al. Ja, en opeens was je er. Ja, bizar. Ja, en hij maakt gewoon 3 doelpunten. Topscorer in alle tijden in de finale. Die Maria, dat ze die op links hadden. Die vond ik heel erg goed. Ja. Ja. Dat, maar daar en dat is ook heel lang geleden dat ik die heel erg goed heb zien voetballen. Hoor. Ja. Want Van Gaal die stelde hem terecht niet op bij Manchester United. Dat was wel een hele dure aankoop. Maar hij presteerde daar niks. Nee. Maar hij was nu weer ouderwets aanwezig.